Historie heeft me altijd getrokken. Dat heb ik altijd interessant gevonden. Daarom ben ik ook zo verliefd in feite op dit bouwwerk. Dit gebouw is in 2 jaar gebouwd. In 1908 kreeg de architect Groenendaal de opdracht om een nieuw doveninstituut te bouwen. En hij heeft dat eigenlijk heel simpel gedaan. Het moest aan 2 eisen voldoen. 1, alle vloeren en alle trappen moeten van steen of beton zijn. Want mocht er brand komen in dit gebouw, moest je altijd naar de dove kinderen toe om ze te waarschuwen. Kost extra tijd en om tijd te winnen moesten dus van steen of beton zijn, die vloeren en trappen. 2, strikte scheiding van jongens en meisjes aan de linkerkant. Daar zaten de zusters van de Goorstraat met de dove meisjes. Aan de rechterkant de broeders van Maastricht met de dove jongens. Maar het moest 1 gebouw worden. En daar heeft hij dus het herenhuis, zoals wij later zouden zeggen, de pastorie, tussenin gezet. Op dit moment wordt dit pand nog door Kentalis gebruikt. Hier zitten alleen nog de kantoren. En over een paar maanden verlaat, jammer genoeg, Kentalis dit mooie pand.